is eigenlijk lekker bij alles. Ja, bij groenten, vlees, vis, yoghurt. En bij frietjes. Ja, frietjes. En het is ook heel simpel om te maken. In appelmoes zitten natuurlijk heel veel appels. Ja, wat dacht je dan? Wel een kilo. En die moeten we dus allemaal gaan schillen. Zullen we een wedstrijdje doen wie de langste schil kan maken? Is goed. Zo. De langste telt. Eerst gaan we de appel in 4 stukken snijden. Dat doen we om het klokhuis er goed uit te krijgen. Maak aan de ene kant een boogje. En dat doe je ook aan de andere kant. Oh, dat is slim. Dan haal je het klokhuis er makkelijk uit. En wat doen we nu? Nu snijden we ze in allemaal kleine stukjes. En die kleine stukjes doen we weer in een kom. Het is wel lekker als de appelmoes een beetje fris is. En daarom doen wij er citroen bij. Wil jij een persertje wel? Yep. Doe je zoveel citroen bij, wordt het dan niet zuur? Wacht nou maar. Doe de appels in de pan. Doe er dan 100 milliliter water bij. 1 eetlepel citroensap. 1 theelepel kaneel. 1 eetlepel suiker. En nu kan hij op het fornuis. Als het kookt, dan zet je het vuur laag. Joël, wil jij dat even doen? Ja, yep, doe ik. Als het vuur laag staat, doe je de deksel er schuin op. Waarom moet de deksel eigenlijk schuin? Zodat het stoom kan ontsnappen. En nu moet hij 15 minuten zachtjes doorkoken. Is dat alles? Hoef je er niks meer te doen? Jawel, af en toe even roeren. Met een pollepel. Oké. Als je gladde appelmoes wil, moet je pureren met een staafmixer. Dat hoeft helemaal niet lang, maar 1 minuut. Joël, wil jij dat doen? Ja, graag. Maar wat nou als je geen gladde appelmoes wil? Dan moet je de stukjes heel laten. En dat noemen we compot. Zullen we proeven? Oké. Helemaal niet zo lekker fris. Ik zei het toch?